Kijkers, welkom bij een gloednieuwe uitzending van Een Kijkje In. Mijn naam is Ashna Shangur en vandaag word ik wederom geassisteerd natuurlijk door Christian Seudin en Sushma Bire. Deze uitzending doen we natuurlijk ook nog met de complimenten van de sponsoren. En dat zijn de Winas Enterprise, Smart Connection, Basing Trading, Toddy & Sons, SR Transmission, de Cake Ferry, Eddy Graphics Design en KMSS, Car Air Conditioning Repair en Service. Natuurlijk, vergeet niet onze Facebookpagina te subscriben, te liken, onze YouTube-kanaal te subscriben, want je weet het, deze uitzendingen allemaal die we doen, die komen ook op onze YouTube-kanaal. Dan kan je hem daar, weet je, weer eens bekijken. U weet het, we zitten vaak genoeg met bekende en bijzondere Surinamers, maar niet alleen Surinamers, maar ook als we buitenlanders hebben en we vinden van we kunnen hun ook brengen in ons programma, doen we dat ook. Heeft u ook enige suggestie of wilt u ook graag een Surinamer, een buitenlander, iemand die bijzonder is, meer over hem of haar weten, dat wij hun ook in ons programma brengen, dan kan dat. Stuur ons een bericht via onze telefoonnummers die staan op onze page of stuur gewoon een PM. Want we zitten vandaag met een bekende persoon die niet onbekend is in de muziekscene. En dan als ik zijn naam zo meteen noem of hem introduceer zo meteen, dan gaat u het zelf ook merken, want dit is een naam die eigenlijk heel erg razend populair is vanaf heel lang, heel veel jaren. En ze zijn er nog steeds. Ik heb het over de bekende familie Waghid Hussein. Nou, ik zit vandaag hier in de studio met de heer Raqib Waghid Hussein en dat is de oudste broer van Umar Waghid Hussein, Fazil. Weet je, je kent ze allemaal. Dus we zitten vandaag met de oudste. Nizam. Ja, Nizam ook natuurlijk. Meneer Raqib, welkom in ons programma. Dank u wel. Ashna. Ja. Hartelijk bedankt. Nee, niks te danken. Ja, dat ik vandaag hier kan zijn in uw programma. Bijzonder bedankt. Nee, graag gedaan. We doen het graag, want ik zei het al, u komt uit een bekende muzikale familie. En u bent ook zelf, behalve dat u ook zingt, bent u ook een dholkmaster. U geeft ook dholles. Dus we gaan praten over wie Raqib Waghid Hussein is. U mag vertellen. Nou, Raqib Waghid Hussein is geboren hier in Paramaribo op 9 juni 1969. Ik word zo over 3 weken 61. Zo. In de jaren 70, 74, zijn we naar Nederland gegaan. En daar heb ik dan mijn carrière dan opgebouwd. Hoe oud was u toen u van hier vertrok? 14 jaar. U was 14. Oké, okay. Bent u dan toen al begonnen met muziek maken hier al? Nee, ik was hier in Suriname al zo'n beetje. Want mijn vader had een SO Service Station. Mm-hmm. En mijn vader had een groep, Mashour Kawali Band. Ja. En daar gingen ze oefenen. Ik weet natuurlijk wie uw vader is, maar misschien de kijkers die het niet weten, als u dat misschien kan vertellen. Ja, dus en in elk geval. Machacha had een monteurzaak op Bergadagzee. Ja, als u dus waar ik over even had, als u de naam van uw vader even kan noemen, dan weten de kijkers het ook over wie u het hebt. Dat is de heer Poti Waghid Hussein. Ja, de bekende. Ja. Ja, dus en toen was u daar met hun bezig in hun kawali-bandje. Ja, ja. En in die monteurzaak gingen ze eerst daar oefenen. En ik speelde Majira. Ja. En later is dan de SO, mm-hmm, heeft mijn vader overgenomen van mijn grootvader. Mm-hmm. En dan gingen ze daar oefenen. En ik zag mijn ooms, met name mijn tjatja, Weile Hafiz Khan, hoe hij ging dholk spelen. Mm-hmm. Weile
Isaac Tjatja. Hij is onlangs overleden. Overleden, ja. Ja, op een leeftijd van 88 jaar. En Baraka Baba, vader van Shahid, geef me echt naar voren getrokken van speel nou. Zet die manjira aan de kant en ga nu ja, aan die ik ga dholak spelen. En dus u hebt dan uw dholak dan leren spelen van uw ooms? Ja, klopt. En dan Yamachacha Hafiz Khan, hij heeft me geleerd de filmstijlen, hoe je moet daarop dholak moet spelen. Yeah. En mijn vader heeft me voor Baitchak Ghana dan getraind. Yeah. In Nederland. Dus hier in Suriname bent u een beetje begonnen met lessen, kan je zeggen. Met hoe je het moet doen. U hebt dat geleerd van Weiling Hafiz Khan. Ja, ik ging kijken. Kijken en uitproberen. En uiteindelijk bent u vertrokken naar Nederland. Ja. En hoe is het daar verder gegaan? Daar is dan de Kawali Band weer opgericht. Met name met mijn vader. Mijn vader was bandleider. En daar ging ik dan samen met hun optreden. Je was toen al vol dus bezig op de dholak? Nou ja, zo'n beetje hoor. Uh-huh. Ja. En naderhand, ja, heeft me Tjatja, Hafiz Khan Tjatja, mij heel veel geleerd. En dan vader ook, wat de Baitchak Ghana betreft. En in de jaren 70. Jaren 74, 75, 76, zo. Laat maar even doorgaan. Dan hebben we een eerste LP gemaakt. Van mijn vader, van de groep zelf. Van de Kawali-groep zelf, Kawali-groep. Ja. Daar had mijn vader gezongen, Machacha gezongen. Ik heb daar dholak gespeeld, daarop. Eerste in mijn leven. Op een LP? Dat op een LP. Uh-huh. En 14 jaar, dat is 15 zo is. Als 14, 15-jarige jongen? Ja, ja. Daarna heb ik voor Jai Ram gespeeld op 3 LP's. En zo ga je daar dan door. En dan 78, jaren 78, is een contest georganiseerd door Stichting Lara Roek Sahara. In Nederland? In Nederland. In Rotterdam. Ja, wat voor contest was dat? Baitchak Ghana contest. Uh-huh. Daar heb ik dan eerste prijs behaald. U hebt daar dan gezongen? Op de dholak? Ja. Oké, dus het was een Baitchak Ghana contest, maar voor de dholakias. Ja, ik dus ben niet later voor begonnen met zingen hoor. Oké. Okay. Veel later. Want om te zingen moet je de harmonium kunnen ook bespelen. Mm-hmm. Toch? En ja, dus dat heb ik ook gedaan. En ja, jaren 79 weer de eerste prijs behaald. Ook voor het holk. Ook het holk. Mm-hmm. Jaren 80, toen was Arjun Otaar daar gekomen. Hij heeft de eerste prijs behaald, ik was de tweede. En zo ging het maar door. En dan jaren 82, jaren 80 ben ik gaan werken. Mijn eerste werk, mijn eerste baan bij de justitie. Arrondissementsrechtbank van Amsterdam. 2,5 jaar gewerkt te hebben, dan ben ik geremigreerd in 82. Naar Suriname? Naar Suriname. Weer? Weer, ja. Maar dus u hebt al die tijd, al die jaren, heeft u gewoon in uw vader Kawali Band en de rest van de bandjes gewoon als dholak speler gefunctioneerd. Ja, en toen was zang nog helemaal ver nee, weg van dat, u. Nee, dat was want nog we weten niet. Want we weten dat uw vader zingt, uw broertjes zingen allemaal. En dus, de broertjes waren zo klein. Ze waren toen nog klein. Ja. Oké. En u kwam 82 terug naar Suriname. Wat gebeurt er dan? Nou ja, goed. 82 dan ben ik voor Radio Siewelaam in de band van hem ben ik opgestapt en weer voor Robbie Oedit Ram
En 84 ben ik weer teruggekeerd naar Nederland. Mm-hmm. Het ging niet zo goed in Suriname. Ja. En dan ben ik naar onderwijs gegaan. Om lessen te kunnen verzorgen. Aha. Specifiek bij Chagdana. Op de scholen daar? Ja, op de muziekscholen. Zoals Amsterdamse muziekschool. Op de muziekscholen daar? Ja, Korenhuis in Den Haag. Ja. De Baten in Nieuwegein. Een paar stichtingen ook. Wikaas. Daar heb ik dus ook muzieklessen verzorgd. Mm-hmm. En dat ging door. U bent doorgegaan met lessen verzorgen? Doorgegaan. Mm-hmm. En maar intussen was u ook bezig met verschillende bandjes? Met, ja, ik was dan eerst in Mastana. Ja, de bekende Mastana. Ja, met Tatja. Heb ik dolk, tabla, naal ook gespeeld. Die man was streng. Ja. Maar zodoende heb ik ook geleerd. Hè? Ja, want u hebt het van hem geleerd. Toch? Ja, dat ja. Uh-huh. Dan, ja, maar was toen opeens juniors. Met die broertjes van me. Met broertjes, ja. En de juniors heeft Jalil opgericht. Ja. Mijn broertje. Met Nizam, Omer en Fazil. Mm-hmm. Die drie. Het was nog klein. Ja. Hebben we de eerste plaat ook gemaakt. En daarop was ja, u LP, er ook bij? LP. Maar daarop heeft u ook, ook gespeeld. Ja. Mm-hmm. Tabla gespeeld. Mm-hmm. En zo kwam dan... Bachacha ging dan in een studio werken, zoals nadien heb ik dan ook naar anderen, voordat juniors bestond, was Dilinadan ook, groep Dilinadan, met mijn neven, allemaal neven en broers. En daarna is juniors. Opgericht. Oké, okay. Maar u hebt, wanneer bent u uiteindelijk begonnen met uw zangcarrière en hoe is dat gegaan? Ja, het is zo... Ja, want je bespeelt de Dolk, zoveel... u hebt hier ook heel wat bekende, in ons voorgesprek heeft u wat klinkende namen genoemd voor wie u ook Dolk hebt bespeeld. Jawel. Wie u begeleid in de jaren. Ja, als u even 70, een paar klinkende namen kan noemen. Eigenlijk 3 jaar voor mevrouw Droppetie gespeeld. Ja, en dan heb ik ook voor Kedar, Sadabel Kedar. Ja. Dat is mijn staat geweest, hè. Dus mm-hmm. Weilen ja. Ook. En... je mag voor de bekende heleboel, ik moet even spreken over Ram Dee Chay Tu. Later voor Ram Dee Chay Tu. Niet op een plaat of een cd heb ik. Maar gewoon in huisjes. Trouwpartijen, dit en dat, heb ik ook gespeeld. Ik heb voor Rani gespeeld. Voor mevrouw Garbaran. Ganpat Lashman ook. Ja, Posing, Buradin. Hari Guptar, Hari Natha. Dus dat zijn de namen. Thakur Singh. Ja, Mehilal Kalpu, Bharat Singh. Een heleboel. Alles, nee, dat ook. Maar de klinkende namen heeft u al genoemd. Dus dat maar zijn ik heb veel. Dus dan, jaren 80, zoiets toch? En dan LP's. Worden LP's gemaakt? En dan zeker iets van 50 of 60 op LP's heb heeft ik u gespeeld. Ja. En, maar dan gaan we naar uw zangcarrière nu. Hoe is dat begonnen voor u? Ik ben eerst dan
begonnen om lessen te nemen van mijn cha-cha. Een beetje harmonium theorie. Dus je moet weten wat je speelt. Ja. En dat is belangrijk. Voor iedere student is het belangrijk, je moet weten wat je speelt. Is het mineur of majeur? Dat heb ik ook geleerd. Van hem. Van Weile Tja. En dat heeft u dan gedaan? Eerst leren spelen op de harmonium? En toen ben ik begonnen. Dan... Maar wie heeft eigenlijk... bij wie is het opgevallen dat u ook wat hebt van zingen? Wie heeft dat eigenlijk ontdekt, kan je zeggen? Ja, dat is een moeilijke vraag hoor. Of is het gewoon... Kwam het gewoon van de ene op de andere dag van... Weet je wat, mijn vader zingt, mijn oom zingen, mijn broertjes kunnen ook zingen, ik ga ook zingen. Is het zo gegaan? Wat u zegt van... Ja, het is misschien zo gebeurd, maar Aziz, waar ik nu zijn, broertje van me, die ging eerst zingen. Dus geen andere broertjes. Die andere deden nog niks? Helemaal niet. Nee. Dus misschien is die inspiratie. En hier in Suriname gingen we nazams zingen. Ja. In huizen. En moskeeën en zo. Moskeeën en zo. En misschien zodoende is het dat gebeurd. En weet u nog welke eerste nummer is dat u gezongen had? Eerste nummer wat ik gezongen heb is dan... Adem Musafir, denk ik. En daar is het begonnen voor u met uw zangcarrière? En Mastana was ook... Lelo Lelo Domaye Mababki. Daar ging ik ook zingen. Alleen microfoon. En Tja-Tja ging begeleiden. Iedereen ging begeleiden, ja. En u hebt ook in verschillende bandjes gezongen of alleen bij Tigana uitsluiten? Nee, ik heb ook in Indian Temptation samen met mijn neef Wim Dambri ook gezongen. We hebben daar opgetreden. En eigenlijk... Dus qua zang en dholak heeft u heel veel gedaan in Nederland. Maar op den duur bent u ook weer teruggekomen naar Suriname. Wanneer is dat gebeurd? En 2001. Ja, ben ik teruggekeerd. Heel jammer, ja. Ik had zeker iets van 60 leerlingen daar. In Nederland. In Nederland. Ja, ik had besloten om... Mijn eigen land. Ik zou eigenlijk een muziekschool beginnen op Patwaningen. Heel jammer is dat niet gelukt. Toen ben ik voor cultuur gaan werken. Heb ik ook 16 jaar gewerkt. Overal lesgeven. Nikeri, Saramaka, Leiding, Kommewijnen. Zo'n beetje. Heeft u dat gedaan? En, maar u doet dat nog steeds, hè? Dat doe ik nog steeds. En hoe kan men of waar kan men u contacten? Als men ook lessen wil volgen. Heeft u ook op dit moment nog steeds in verschillende buurten en districten les? Ja, nu ben ik gepensioneerd. En dan... ik doe het nog steeds, toch? Iedereen kan mijn telefoonnummer noteren. Mag ik dat zeggen? Ja, u mag het zeggen. 86-58-581. Daarop kan iedereen mij bereiken. En ik vind het zelf ook leuk om les te verzorgen. Speciaal voor de jongeren. De toekomstige. Ja, hoe ziet u dat? Dat gedeelte, want tegenwoordig heb je ook heel veel jongeren vooral die bezig zijn met Baitagana. Hele jonge die jongeren die meedoen. En behalve de jongens, laten we het ook even hebben over de dames. Er zijn ook heel wat meisjes die geïnteresseerd zijn in het bespelen van de hoorn. Hoe ziet u dat? Dat vind ik heel goed. Al er zijn niet zoveel. Ja, er zijn niet zoveel, maar die er zijn. Er zijn een paar in Nederland.
Ik zie een paar ook hier. Ja. Dus dat vind ik prachtig. En ze kunnen u allemaal contacten voor meer informatie en ook voor ideetjes en zo. Wat moeten wij nog meer weten van de hiërarchie wat je zei dat wij niet weten? Nou, wat moet ik zeggen? Voor mij is het dan, wat muziek betreft, dat de jongeren eerst wat leren. Het hoeft niet bij mij te zijn. Het kan bij iemand anders zijn. Maar laat ze ook leren, je moet kunnen wat bespelen, maar je moet weten wat je bespeelt. Op harmonium. Een beetje theorie. Het kan niet helemaal globaal zo. U geeft ook theorie erbij of is dat alleen praktijk? Ja, ja. Ook theorie? Ja. Mm-hmm. En dolk, dan moet je er ook maatsoorten weten. Is het 16/8 of 2/4, 4/4, 6/8, 7/8. Ja, je moet daar weten van hebben. 10/8. Dus dat zijn benamingen ook gaan vanuit India. Dus dat een, ja. En Westers is het ook. Ja. Wat ik nu gezegd heb, is dat. Nou, je hebt dus tiental. En dan heb je Kherwa, Dadra. Drupad. Nee, dat is Drupad en zo. Dat zijn de stijlen. Zijn de stijlen. Ja, dus zangstijlen. En dan heb je de Japtaal, je hebt Rupak. Dus dat zijn. U gaat straks een kleine demo geven, toch? Want ik had u gevraagd om uw dolk mee te nemen. Okay. Dus dan gaan de kijkers ook zo meteen even een demo krijgen, zo meteen van de hiërarchie van Wagyu zijn. Ik denk dat we dan bijna aan het eind zijn van ons programma, want ik zie dat Christian me al aan het wenken is. We hebben dan zo'n beetje gehoord hoe het begonnen is voor u en hoe men u kan contacten. Bent u ook actief op Facebook? Ja, ja. Ja? Dus u bent ook op Facebook? Jawel. Dus ik heb een nummer ook. Ja, nummer heeft u ook doorgegeven net. Dat is van mijn zaktelefoon. Mm-hmm. En andere is 88-71941. En mag ik dan even verklappen? Ik wil alle ostaats die mij geleerd hebben. Hartelijk bedankt. Al zijn ze niet op de wereld. Ze hebben heel veel geleerd. Ik ga een paar namen noemen. Ja, mag. De heer Ramprasad Ramkhelaman. Gedar Sadafal. Harisubalak. Kunjbihari Changur. Zo kan ik even doorgaan. Ja, ja. En met name Matatja, Hafiz Khan, waar ik zijn. En vader is nog steeds. Ja. De heer Poetie, waar ik zijn. Nee, we zijn blij. We zijn blij dat we u hebben gehad in ons programma. Namens onze sponsoren, de Cake Fairy en RD Graphics and Science, hebben we ook wat cadeautjes voor u meegenomen. Dit is een waardebon van de Cake Fairy, alsjeblieft. Goed. U mag dit verzilveren. Dank u wel. En dit is een cadeautje speciaal voor u vervaardigd door RD Graphics and Science. U mag hem even wijzen aan onze kijkers. Jawel, want ik heb ook niet gezien wat erin is hoor, dus dan gaat u... Het is ook een verrassing voor mij. Ja. Dus, u mag hem even zo tonen. Oh, dat is mooi. Is op een tegel. Wauw, dit is echt mooi. Als ik het ook zelf. Nou. Ja, Ashla, van harte bedankt. Hè? Graag gedaan. En degene die ook aan mij gegeven heeft, bedankt ze voor mij. En bedankt de heer Christian. Ja, dank je wel. Nou, we zijn dan aan het eind gekomen van deze uitzending. Heeft u aan het eind nog wat te zeggen, een boodschap voor de jongeren vooral? Dan mag ik kan ja, natuurlijk. Voor de jongeren, zeker. Wat betreft dus muziek, gaat u wat leren. Ja, het is niet alleen maar spelen, maar je moet weten wat je speelt.
En dat is erg belangrijk. Mag ik ook zeggen over mijn broertjes? Jawel. Ik wil broertjes ook hartelijk bedanken. Hierbij, iedereen. Zes zijn daar. De zevende zit hier. Je bent de oudste, hè? Ik ben de oudste. Ik wil hen hartelijk bedanken. En iedereen. Iedereen die heeft mij op zo'n positie gezet. Alle staats. Alle zangers, zangeressen. Iedereen hartelijk bedankt. Thank you.
was dus in deze uitzending de heer Rakib Wagidusein. Ik zat al geen bekende in de Hindustanse muziekscene, vooral bij Tagana. Hij is bekend om zijn dholak en daarnaast zingt hij ook. En ja, hij is de oudste broer van de Wagidusein's. De Umar, Fazil, Nizam, Jalil en Ibrahim is er ook. En Aziz Wagidusein. Dus je kent ze. Deze uitzending werd wederom mogelijk gemaakt door onze sponsoren. Die moeten we natuurlijk ook bedanken. Dat zijn de Winas Enterprise, Smart Connections, Basing Trading, Toddy & Sons, SR Transmission, The Cake Ferry en RD Graphics & Science. En natuurlijk ook KMSS, Car Airconditioning Repair & Service. Vergeet onze YouTube kanaal niet te subscriben en like onze Facebook pagina. Deze uitzending heb ik wederom gedaan met Christian Soudin en Sushma Bire. En tot slot, Ashna Shangur zat er voor de camera. En vergeet niet, blijf voorzichtig. Handen blijven wassen, sanitizen, je afstand blijven houden en blijf met je mond en je neuskap. En vergeet niet, voor hun die nog niet zijn geweest om te vaccineren, tekas poeti. Ashna is signing off, dat was het voor een kijkje in.